Hallo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje van Energy Gamers. Vandaag gaan we Unfair Mario spelen. Ik ben Wouter en let's play. Start the challenge. Begin nou. Oké, ik heb al een paar keer gespeeld. Deze naar beneden klik mensen. Dus ik weet al ongeveer hoe het gaat. Not everything is what it seems. Wat zou je daarmee bedoelen? Oh, dat had ik echt nog niet door. Nee, ik heb al 170 keer ben ik al dood gegaan. Ik ga fucking dood. Jullie willen niet echt niet weten hoe vaak ik dit al vandaag gespeeld heb. Het is 4 keer fout gegaan met de opname. Dus ik heb dit al ongeveer 5 keer vandaag gespeeld. Alleen maar om een fucking filmpje te uploaden. Allemaal voor jullie. Kijk, hij zweeft. Hij zweeft. Het is fucking rare. 176 doden. 176 is het kleine kereltje al dood gegaan met mij. Betekent niet veel goeds. Waarom gaat die gewoon niet? Serieus? Wacht. Fucking why? Watch out. Traps are hidden everywhere. Ja, dat stond er toch zoiets. Yay! Checkpoint. Hey, kom op, spring. Sorry mensen. God, dat. Zoals ik zei, ik had het al een keer gespeeld, want als ik dit doe. Kijk, als je valt, dat wist ik. Die val heb ik al 82 keer ingetrapt. Kutzooi. En ik ga weer fucking dood. Ik kom gewoon overheen. Unfair Mario, echt. It's unfair. Kutzooi. Oké dan. Ik ga weer gewoon dood. Het is niet meer leuk. Maar we blijven blij. We blijven blij mensen. Dat had ik kunnen weten. Wel niet meer. Pam pam pam
bam 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 bam. And we are dead again. Hij sprong niet ver genoeg, dus dat lag echt niet aan mij. Fuck, ik was zo dichtbij! Bij de vlag, ik zag hem. Jullie zagen hem toch ook? Ik was zo dichtbij bij de vlag. Ik kon de vlag raken. Waar ik naar rook hoor ik jullie vragen. Het rook naar de gebrande Mario. Ik ben weer dood. 200 death. Space to write you back to menu. Dat zat de hele tijd fucking kip. Ik ben al 200 keer fucking dood gegaan. Stel je voor dat het telkens nou een andere Mario is. Dat ze allemaal op elkaar moeten wachten. Dat zij gaat. Dat is pas massa moorderij. Dat is pas massa moorderij, mensen. Hij moet gewoon wachten. Wacht even, ik heb een idee. Zo, kom op, blokje. Hey. Toen voor death. Ik ga aan de Jolly vlag halen. Nee, ik ga die vlag, ik ga de eerste level uitspelen. Ook al ga ik daar dood voor, maar daar ben ik een gamer voor. Bam. Nee. We blijven lief, mensen, voor de game. En we gaan weer door. Kutblok. Wie maakt er ook een fucking steen die beweegt en waar fucking spikes uitkomen? Dat was ook je wat leuks laten zien trouwens. Het is echt een dikke vette glitch in het spel. Mario kan op een bepaald punt boven blokjes heen zweven. Als je goed kijkt, dan zweeft hij boven fucking blokjes. Kijk. Je zou toch niet zeggen dat hij superkrachten hebt? Fucking om dat plekje. Het is een heel gemeen plekje. Heel gemeen plekje. Bam, 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 bam. De deutje is best wel catchy. Grappige side note, dat deuntje van pam 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 is mijn fucking belter. Hoe heeft het? Waarom?
Ik viel me gewoon lost. Kom, kom, blokje. Had ik kunnen weten. Ja, joh, hè. Val maar. Boeiend. Wat maakt jou toch uit, hè? Jij wilt niet naar de vlag. Of de prinses. De fucking... vallen. Kom, blijf op het blokje staan. Blijf op dat blokje staan. Ja, kom op, kom op, kom op. Ga. Twee, twee, twee. Daar red je levens mee. Of zoiets. Oh, dat is 1, 1, 2. Nou. Kom op, spring eroverheen. Fucking hell. Sorry mensen. Ik word even boos. Die bed blijft aan mij lekker liggen. Fucking hell. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Spring, ja, blijf. Spring. Ik word er een beetje moe van. Waarom deze marteling? Deze mensen echt die dit spel gemaakt moeten hebben. Moeten echt een hel. Echt. Echt. Dit verzeer je toch niet? Oh, zag je dat? Hij zat in de blokjes. Hij zat in de blokjes. Zo fucking close. Nou, ik ga nog één keer proberen en dan gaan we het aan stoppen. Nog een keer. Nog een keer. Hoe moet je daar fucking overheen komen? Echt. Waarom deze pure martelingen? Hij komt precies op dat punt waar de fucking spike zijn. Anders zou ik deze level afgehaald hebben. Ik kijk geen zweet. Ja, ja, en de wolkjes op de achtergrond gewoon lekker blij zijn, hè? Nou, mensen, ik stop ermee. Geef het een duimpje omhoog als je het leuk vond. Share het, Facebook, bladibladibla. Doe mee wat je ermee wil. Ik was Wouter voor Energy Gamers en
Ik zie jullie volgende keer wel weer.